In de laatste videoles van deze cursus gaan we nog praten over kathodische en anodische bescherming als corrosiepreventiemaatregel. De bespreking van kathodische en anodische bescherming vinden we terug in hoofdstuk 2 van deel 6. Het algemene principe van deze techniek, misschien even herhalen, wanneer dat de werkelijke potentiaal van mijn metaal groter is dan de evenwichtspotentiaal. En de evenwichtspotentiaal is een functie van de standaard reductiepotentiaal en de concentratie van de metaalionen in de oplossing. Dan kan ik zeggen dat mijn overspanning groter is dan 0. Overspanning is gelijk aan de werkelijke potentiaal van mijn metaal min de evenwichtspotentiaal. En dan kan ik zeggen dat we een anodische reactie zullen krijgen, waarbij dat het metaal zal oplossen naar metaalionen en uiteraard komen er ook elektronen vrij. Wanneer de potentiaal van mijn metaal kleiner is dan zijn evenwichtspotentiaal, dan kan ik zeggen dat mijn overspanning kleiner is dan 0. En dan krijg ik eigenlijk de omgekeerde reactie, waarbij dat metaalionen met inbreng van elektronen opnieuw het metaal zal geven. En dan spreken we dus hier ook van de kathodische reactie. Dus normaal gezien een corrosiereactie veronderstelt altijd dat het metaal zal wegreageren en zal oplossen in metaalionen. En dan spreken we dus altijd van een anodische reactie. Willen we echter de corrosiesnelheid en ook de corrosiestroomdichtheid van het metaal gaan onderdrukken, dan kunnen we dit verwezenlijken door die potentiaal van die elektrode te wijzigen. En dat kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds door het metaal te koppelen met een ander metaal, bijvoorbeeld via opofferingsanodes. En een andere manier, dat is dat je dus je metaal gaat koppelen met een gelijkstroombron, waarbij dat je dus inderdaad ook de potentiaal van je metaal gaat wijzigen. En nu zijn er twee mogelijkheden. Brengen we het potentiaal van ons metaal naar beneden. Dus dat wil zeggen, brengen we het metaal op een lager potentiaal ten opzichte van het oorspronkelijke potentiaal. Dan spreken we van een kathodische bescherming. Dat is een eerste mogelijkheid. We kunnen echter ook het potentiaal van onze elektrode verhogen in plaats van verlagen. En dan spreken we van een anodische bescherming. Let wel op, een anodische bescherming, en we gaan dat later wel uitleggen, kunnen we alleen maar toepassen op passiveerbare metalen. Een anodische bescherming toepassen op niet-passiveerbaar metaal is dramatisch voor het metaal. Want dan ga je dus in plaats van de corrosiesnelheid onderdrukken, ga je de corrosiesnelheid verhogen. Kathodische bescherming wordt meestal toegepast op staal. En we hebben hier bijvoorbeeld staal gebracht in een neutrale zuurstofhoudende oplossing. Als we geen kathodische bescherming toepassen, dan verwachten we een corrosiepotentiaal dat gelegen is op deze lijn. Dus we hebben dus inderdaad corrosie. Door nu het potentiaal van mijn installatie te verlagen, en ik zou zeggen potentiaalverlaging beneden deze horizontale lijn, dan kom ik terecht in het immuungebied. Dat wil zeggen, in het immuungebied zal de corrosie dan stoppen, omdat mijn potentiaal van mijn metaal dan lager is dan de evenwichtspotentiaal. En eigenlijk krijgen we daar het omgekeerde van corrosie, waarbij dat dus ijzerionen opnieuw gaan neerslagen op het metaal. Opgelet, die waarde van min 0,624 volt is geldig voor een ijzerionconcentratie van 10 tot de min 6e mol per liter. Een eerste manier om de potentiaal van uw installatie naar beneden te drukken, dat is dus werken met opofferingsanodes. Dat zijn dus onedele materialen, zoals bijvoorbeeld zink, magnesium en aluminium. En we hebben gezien in onze oefenreeks voor de berekening van de corrosiesnelheden, als je twee metalen met elkaar gaat koppelen, dan zal de corrosiesnelheid van het onedele materiaal in waarde stijgen.
en de corrosiesnelheid van het edele materiaal zal in waarde dalen. Dit was geldig zowel voor een zure oplossing als ook voor een neutrale zuurstofhoudende oplossing. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was dus inderdaad toch wel de oppervlakteverhouding van enerzijds het edelmetaal, dus het te beschermen metaal, ten opzichte van het oppervlak van uw opofferingsanodes of uw onedelmetaal. Als we gaan kijken naar staal, dan gaat men daar specifieke materialen gebruiken in wel bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als we gaan werken in zeewater, dan zal men altijd zinkopofferingsanodes nemen of eventueel aluminium of een zink-aluminiumlegering. Als we gaan werken in bodemmaterialen, dus in bodems, dan kunnen we daar wel verwachten dat die bodem dus een lagere elektrische geleidbaarheid heeft. En daar gaat men een materiaal gebruiken dat nog onedeler is dan zink, en dat is dan magnesium. En wanneer dat we gaan werken in watertanks voor drinkwater, dan zouden we ook geneigd zijn om zink toe te passen. Maar jammer genoeg geeft dat aanleiding tot schadelijke zinkionen die dan vrijkomen. En vandaar dat we daar dus ook als materiaal dus magnesium zullen nemen. Hier vinden we dan twee voorbeelden terug van kathodische bescherming met opofferingsanodes. In de linkerfiguur wordt een scheepsromp beschermd via deze zinken opofferingsanodes. Deze manier van bescherming wordt gecombineerd met een beschermende coating, zoals een epoxycoating. Als we gaan kijken naar de rechterfiguur, daar vinden we een warmwatertank terug, waarbij dat de binnenkant van de tank beschermd wordt tegen corrosie via deze magnesiumelektrode. Dikwijls is deze maatregel van corrosiebescherming ook gecombineerd met een beschermende coating, en dat kan dan bijvoorbeeld een EMI-coating zijn. In het volgende videofragment gaan we zien hoe dat stalen ondergrondse pijpleidingen worden beschermd tegen corrosie door te koppelen met magnesiumelektrodes. Indien we kathodische bescherming willen toepassen met behulp van een opgelegde of een opgedrukte stroom, gaan we gebruik maken van een gelijkstroombron en gaan we ook gebruik maken van een tegenelektrode, zoals hier in deze figuur is voorgesteld. De tegenelektrodes worden gemaakt uit een inert materiaal, dus dat kan grafiet zijn, dat kan ook lood zijn of titanium. De gelijkstroombron, de negatieve pool, wordt gekoppeld met de te beschermen installatie, dus in dit geval is dat een buis. En de pluspool wordt gekoppeld met de tegenelektrode. Veronderstel dat we nu gaan werken in een zure oplossing en veronderstel dat onze gelijkstroombron is uitgeschakeld, dan is onze corrosiepotentiaal en ook onze corrosiestroomdichtheid voorgesteld door dit punt. Wanneer we nu een gelijkstroombron gaan koppelen aan de tegenelektrode en ook aan het werkstuk, en waarbij dat de minpool aan het werkstuk wordt gebracht, dan gaan we de potentiaal van onze pijpleiding in dit geval naar beneden brengen. En naarmate dat we de potentiaal meer naar beneden brengen, zullen we dus ook meer stroom hebben om dat potentiaal te handhaven. En in ons polarisatiediagram wordt dat voorgesteld door de waarde telkens van dit lijnstuk. Dus dat wil zeggen, als ik het potentiaal gelijk neem aan het evenwichtspotentiaal, dan zal de uitwendige stroom die vloeit in de gelijkstroombron gelijk zijn aan een stroom die overeenkomt met IB5. Is de stroom kleiner dan IB5, of zit ik bijvoorbeeld met een IB2, een IB3 of een IB4, dan heb ik nog altijd corrosie van mijn metaal, omwille van het feit dat mijn potentiaal van mijn metaal nog altijd boven de evenwichtspotentiaal gelegen is. Vanaf het moment dat de stroom groter wordt dan in IB5, dan pas krijg ik het omgekeerde van corrosie en gaan inderdaad metaalionen vanuit de oplossing op neerslagen op het metaal. We merken ook op, wanneer dat we de stroom gaan vergroten, en we gaan in dit geval naar IB5, dan zal inderdaad mijn anodische reactie en ook die anodische stroom in waarde gaan dalen. Maar dan krijg ik dus wel een verhoogde
afzetting van waterstofgas op het metaal. En dat wordt voorgesteld door deze kathodische lijn. Dus je krijgt dus meer waterstofontwikkeling. En dat kan dan eventueel, zeker in een zure oplossing, aanleiding geven tot waterstofscheuren. Hetzelfde principe is ook geldig voor een neutrale zuurstofhoudende oplossing. Wanneer de gelijkstroombron niet is ingeschakeld, dan is dit mijn corrosiepunt, waarbij dat ik een wel bepaald corrosiepotentiaal heb en ook een wel bepaalde corrosiestroomdichtheid. Wanneer ik de gelijkstroombron inschakel en ik verhoog de spanning, dan gaat het punt zich verleggen volgens de anodische lijn, waarbij dat de corrosiestroomdichtheid zal dalen en ook de corrosiepotentiaal. Wanneer de uitwendige stroom overeenkomt met IB5, dan is de corrosiepotentiaal gelijk aan de evenwichtspotentiaal van het metaal. En als de stroom groter wordt dan IB5, dan krijg ik het omgekeerde van corrosie en gaan metaalionen zich afzetten op het metaal. Toch twee belangrijke opmerkingen. Enerzijds, als je kathodische bescherming wilt toepassen met opgedrukte stroom en je hebt een redelijk groot metaaloppervlak dat moet worden beschermd, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je stroom, die dus de gelijkstroombron moet leveren, zodanig groot is dat het eigenlijk oneconomisch is om het materiaal op die manier te beschermen. Dus vandaar dat men dikwijls kathodische bescherming met opgedrukte stroom zou combineren met een corrosiewerende coating. Bij deze gecombineerde methode, dus van kathodische bescherming en een corrosiewerende deklaag, zal de kathodische bescherming pas in werking treden indien de corrosiewerende deklaag dus een beschadiging vertoont. En dan een tweede opmerking: in een zure oplossing moet je dus altijd mee rekening houden dat je dus een verhoogde hoeveelheid waterstofontwikkeling zal hebben, en waardoor dat je vooral bij staal de kans op waterstofschade aanzienlijk verhoogt. In de volgende video gaan we zien dat ook in de offshore-industrie kathodische bescherming met een opgedrukte stroom toch wel een aantal voordelen biedt ten opzichte van de kathodische bescherming met opofferingsanodes. Het tegengestelde van de kathodische bescherming is dan de anodische bescherming, waarbij dat we dus nu in plaats van een verlaging van het potentiaal gaan zorgen voor een verhoging van het potentiaal, zodanig dat we voor passiveerbare metalen van het actief gebied naar het passief gebied gaan. Hier is het voorbeeld gegeven van een stalen tank waarin zich een geconcentreerde zwavelzuuroplossing bevindt. We hebben in het verleden reeds gezegd dat dit een goede materiaalkeuze is omwille van het feit dat staal ten opzichte van geconcentreerd zwavelzuur een soort van actief-passief gedrag vertoont. Veronderstel dat we toch in een slechte situatie zitten en dat het staal zich in een actieve toestand bevindt. En dan is dat hier voorgesteld door dit polarisatiediagram. De anodische S-krommen van het staal in geconcentreerd zwavelzuur is hier opgetekend. En de kathodische lijn, dus dat is dus de waterstofontwikkeling, is voorgesteld door de groene lijn. In de situatie waarin we ons nu bevinden, zitten we in dit punt en hebben dus eigenlijk een slechte situatie omwille van het feit dat we ons bevinden in het actief gebied. In plaats van de potentiaal te verlagen, gaan we nu zorgen voor een hoger potentiaal, zodanig dat we van actieve toestand overgaan naar een soort van passieve toestand. Dit wordt verwezenlijkt met behulp van een gelijkstroombron, waarbij dat we nu de plus van de gelijkstroombron koppelen aan onze installatie, dus in dit geval de stalen tank, en de min van de gelijkstroombron koppelen we dus nu aan een tegenelektrode. Dus inderdaad het tegengestelde van de kathodische bescherming. De uitwendige stroom die nu zal vloeien van plus naar min, is eigenlijk de stroom die hier is voorgesteld. We hebben ergens een maximale stroom nodig om die kritische passiveringsstroom te overschrijden. En dan zou mijn stroom in de uitwendige kring terugdalen. En
Ik zou dus ook een bepaalde stroom moeten onderhouden, zodanig dat mijn materiaal zich bevindt in het passief gebied. Maar relatief gezien is deze stroom qua grootte veel, veel kleiner dan de stroom die hier is getekend. En op die manier kan ik ervoor zorgen dat mijn metaal zich altijd bevindt in het passief gebied, zodanig dat de corrosiestroomdichtheid overeenkomt met de passiveringsstroomdichtheid. De potentiostaat is dus eigenlijk een soort van meetinstrument dat de potentiaal meet van de stalen tank ten opzichte van een referentieelektrode, zodanig dat ik mijn stroom kan aanpassen en zodanig dat mijn stalen tank zich altijd qua potentiaal zal bevinden in het passief gebied. Een eerste opmerking is eigenlijk daar juist ook al gegeven. Dus als ik wil overgaan van de actieve toestand naar de passieve toestand, dan zal dus in eerste instantie onze stroombron een relatieve hoge stroomdichtheid overeenkomstig met IB2 moeten geven. Maar eenmaal dat de passieve toestand bereikt is, dan zal deze stroomdichtheid aanzienlijk lager zijn en die zal dan ongeveer overeenkomen met IB6 of IB5. En dat is dan eigenlijk de stroom of de stroomdichtheid die nodig is om de passieve toestand verder te onderhouden. En dan een tweede opmerking, dus door die anodische bescherming toe te passen, hebben we dus in principe de potentiaal van ons metaal verhoogd, waardoor dat er inderdaad dus ook minder waterstofontwikkeling op het metaaloppervlak zal optreden en uiteraard geeft het ook minder kans op waterstofschade. En dan een derde opmerking. Wanneer we in deze situatie zouden kiezen voor kathodische bescherming in plaats van anodische bescherming, dan zal mijn stroombron een hogere stroom moeten leveren en ook een constante hogere stroom, waarbij dat de stroomdichtheid dan overeenkomt met de corrosiestroomdichtheid die hier is aangegeven. Dus dat is het eerste nadeel. En een tweede nadeel, dus door het potentiaal te verlagen, gaan we dus inderdaad ook nog meer waterstofontwikkeling krijgen op het metaaloppervlak. En daardoor zal de kans op waterstofscheuren of waterstofschade dus ook weer al vergroten. En dan nog een laatste opmerking. We kunnen ook anodische bescherming verwezenlijken door het metaal te koppelen met een edelmetaal. En in het verleden hebben we het voorbeeld gezien waarbij dat we titanium koppelen met platina in een zwakzure oplossing. En door die koppeling ging het werkingspunt zich verleggen van het actief gebied naar het passief gebied. Dus in dit geval krijg ik een vermindering van de corrosiesnelheid. En omwille van het feit dat ik dus nu mijn potentiaal verhoog, kan ik hier dus ook spreken van een anodische bescherming. Dit was dan het einde van de cursus corrosie. Eerst en vooral veel succes met de examens. En als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om mij te contacteren.